dat een paar jaar geleden. Wat moet ik nou als jonge meid met een hele oude man uit een totale andere wereld? Ik heb wel eens een keer koffie aangeboden. Zo, hij was gewoon niet geïnteresseerd in enigszins de enige vorm van contact. Maar wat hij wel deed, is af en toe op hele witte stukken schrijven. Dus ja, er komt zo meteen wel een voorbeeld. Dus ik dacht, ja, dit is een goed voorbeeld. Ik dacht, als ik nou dan affiches in de stad hang, waar hij ook kan schrijven, misschien kan ik dan een soort van dialoog opstarten. Dus wat ik heb gedaan, ik heb zijn handschrift gedigitaliseerd en daar een lettertype van gemaakt. Want ik dacht, ja, hij moet wel weten dat het voor hem bedoeld is, want het kan natuurlijk geheel willekeurig zijn. En daar heb ik een aantal vragen aan hem gesteld en die hebben we opgehangen in de stad. Maar in die periode dat ik dat deed, ben ik hem eigenlijk al kwijtgeraakt. Ik kon